Meneer de voorzitter, dames en heren. Toen ik een jaar of 17 was en ik heb een getuige in de zaal, dat was in 1974. Toen was er in België een heel groot debat over de vraag of wij nieuwe F-16 vliegtuigen gingen bestellen. En die vliegtuigen die kosten ongeveer 30 miljard. En heel de school waar ik humaniora-student was, verdeelde zich in twee kampen. Er waren zij die samen met Van den Boeijnans voor de 30 miljard waren. En er waren zij die samen met een aantal anderen tegen de 30 miljard waren. En plots kwam daar een retorica-leraar die later directeur van de school was geworden. En die zette zich neer en die zegt: jonge lui, het wordt tijd dat jullie een beetje geschiedenis leren. En de geschiedenis die zegt dat de Koude Oorlog nog altijd bezig is. Die is niet voorbij. We hadden toen net de bevrijding van Saigon gevierd in 1973, die door sommigen als de bezetting van Saigon werd gezien. En ik heb dat moment nooit vergeten. Een van de grote problemen, dames en heren, van onze tijd, is dat wij geen geschiedenis meer kennen. Twee jaar later zat ik in het eerste jaar rechten. En 1973, u zal zich het herinneren, was het jaar van de oliecrisis. En hoewel wij toen plezier hadden omdat we zondags niet met de auto mochten rijden en het vijf dagen week was, is dat de inzet geweest van een van de meest deprimerende periodes in onze economische geschiedenis van de 20e eeuw. Men is die vergeten, maar de periode 1973 tot 1983 was een totale depressie. Als ik nu jongeren zie, dan zeg ik: jongelui, u bent gedeprimeerd. Waarom? Wij hadden de keuze tussen het bijzonder tijdelijk kader, het plan Spitaals, de verplichte jongerenstage. Dat was sans borne, sans limite. Tout était possible à cette période pour trouver du travail. Et le message était: soyons déprimés, parce que M. Tinbergen nous l'a dit, il n'y aura plus jamais croissance. C'est fini, la croissance. Et l'énergie, et le pétrole, pardon, j'allais dire l'huile, le pétrole, c'est fini. Il n'y a plus rien. La Norvège n'avait pas encore fait ses découvertes. Il n'y avait rien. J'étais optimiste, parce qu'on me demande si je vais introduire la crainte aujourd'hui ou plutôt la confiance. Moi, je n'ai jamais senti à ce moment-là un moment de dépression ou quoi que ce soit. C'est génétique, ça. Nous avons tous nos sentiments et je constate que c'est un vrai bonheur pour moi-même que je suis optimiste. Sinon, le monde est très compliqué à vivre parce que ce n'est pas toujours évident d'être heureux. En 75, nous avions un professeur, un jeune économiste à cette époque, qui disait: messieurs, dames, ne vous faites pas de soucis. Il n'y a pas de croissance. Mais M. Tinbergen et M. Schumacher et tous les autres, ils ont tort. Si un jour la Russie, si un jour la Chine s'ouvre, on est bon pour une croissance de nouveau de 20 ans. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Parce que nous avons cru en 89 que nous étions les grands champions de la croissance. Nous avons cru à un moment donné que l'Ouest, dont on dit qu'il est perdant, si j'ai bien compris, que l'Ouest allait disparaître presque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est ouvert avec l'aide d'un pape et avec l'aide de Russes qui ne croyaient plus en eux-mêmes. Et voilà ce qui s'est passé. Depuis 89, nous connaissons une période de croissance, ça a duré quand même jusqu'en 2007, illimité. Si on compare les chiffres de croissance d'après la Deuxième Guerre mondiale et les chiffres de croissance entre
85 et 2000 ou 2005, on dit mais comment est-ce possible? Est-ce qu'il y a eu une guerre en 85? Mais non, il n'y a pas eu de guerre. On n'a pas dû reconstruire. Le monde s'est ouvert. Dat, dames en heren, is wat ik bedoel met geschiedenis. Ik houd niet van mensen die denken dat het nu is en dat zij het aan het doen zijn. Ik zit daar op een heel klein ministerie van Financiën van een middelgrote Europese lidstaat. Ik zeg graag middelgroot omdat het waar is. Er zijn er zoveel kleinere rond de tafel, maar ik heb een onvoorstelbaar bescheiden rol. En daarstraks sprak ik met mensen van mij rond de tafel die dagelijks in het Midden-Oosten komen. Laat ons bescheiden zijn. Ja? Het zijn niet wij die hier de wereld gaan veranderen. Ja? De wereld verandert ondanks ons. En laat ons hopen dat hij voor ons in de goede richting verandert. Dus al wat ik ga zeggen, daarvan mag u niet denken dat het belangrijk is. En althans, ik vind het niet belangrijk. Ja? 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 Oké. Maar ik meen het wel. Ja? Dat is iets anders. En ik meen het ernstig. Ja? Maar ik weet dat ik een kleine soldaat ben in een wereldleger waarin wij niet het verschil maken. Onlangs, dames en heren, u zou zeggen, neemt dan de lange aanloop, maar dat is niet erg, want relativering is bijzonder belangrijk. Was ik in, ik krijg het nooit goed uitgesproken, in Tbilisi. Dat is de hoofdstad van Georgië, want wij maken deel uit van de grootste constituency na de Verenigde Staten van het Internationaal Monetair Fonds. Dat is nog eens een moment om u belangrijk te voelen, dat je zegt, tja, na Wereldoorlog 2 heeft meneer Gut dat zo goed gedaan dat wij bijna de grootste constituency van het IMF zijn. Samen met Nederland en Dijsselbloem was die dag geen voorzitter, dus ik was voorzitter, ik was heel gewichtig. En er is een Indiër die bij de Wereldbank werkt en die komt met een aantal cijfers. Et cet homme, professeur, académique, un homme formidable, simple, modeste. Il dit, mais mes chers Européens, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ce monde? Bon, dites-nous. Hein? On est 7 milliards. Ah bon? Oui, c'est vrai, on est 7 milliards. Vous êtes 500 millions en Europe. Et vous dépensez la moitié de toutes les dépenses qui sont faites dans le monde pour ce qui concerne la protection sociale. À 500 millions, vous dépensez la moitié de tout ce qui dans le monde est dépensé pour la protection sociale. Donc, entendez, sécurité sociale, soins de santé, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À ce moment-là, je me sentais un peu dépressif. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que quelques semaines plus tard, je voyais le vice-premier chinois qui ne cessait de m'interroger sur les pensions chez nous. Et ça me faisait penser à un débat que j'avais eu avec quelques vice-premiers à Gand devant une audience de 900 000 personnes et ces jeunes de 22 ans ne cessaient pas de m'interroger sur les pensions non plus. Donc tout le temps, toutes les questions qu'ils posaient étaient sur les pensions. Donc les Chinois et nos jeunes ont les mêmes questions. Et je dis, oui, monsieur le vice-premier, chez nous, les pensions, c'est un problème. En général, on travaille au moyen jusqu'à l'âge de 59. C'est pas assez long, évidemment. Et entre 55 et 65, il y a environ 40 personnes des personnes qui travaillent. Mais il y a 10 ans, c'était encore 25, donc on s'améliore. Et les prépensions, ça se diminue. 10% des prépensions aujourd'hui, entre 50 et 55, d'il y a 10 ans. Et je m'attendais à un rapport négatif, à une critique, à « oulala, vous ne connaissez pas le modèle suédois ou vous ne connaissez pas le modèle chinois ». Il me disait « parle, dit-il, chez nous, pour les femmes, 55, pour les hommes, 60 ». Je n'étais plus dépressif. Parce que
tous les hommes et toutes les femmes dans le monde veulent une protection sociale comme la nôtre. Je ne dis pas comme la méthode belge, je veux dire la méthode européenne. Tout le monde veut être assuré, voyez les États-Unis, en cas de maladie, d'une façon obligatoire. Tout le monde veut une pension raisonnable et légale, même s'il ne l'a pas constituée lui-même. Ça, c'est humain. On a fait plus de 100 ans pour avoir tout ça. On ne va pas anéantir ça pour être dans la compétitivité de notre monde moderne. Mais, mesdames, messieurs, il y a un problème. Il y a un problème, c'est évident. Quand j'étais jeune, de nouveau, je me souviens toujours quand j'étais jeune, parce que j'étais encore plus beau qu'aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'avais besoin d'un abonnement téléphonique. Nous sommes 81. J'avais un beau-père représentant dans la chambre, donc une aide. Ça m'a pris 4 mois pour avoir le téléphone. Et j'avais une mère à Anvers, j'habitais Louvain. Beaucoup de trafic intercontinental. Ça me coûtait 2000 francs par mois. Aujourd'hui, des jeunes de 10 ans font des SMS et des téléphones toute la journée, pour rien. En 87, j'achète mon premier ordinateur, il me coûte 80 000 balles. Je ne sais plus ce qui en est le coût aujourd'hui, mais je crois que c'est beaucoup moins, et certainement un chiffre réel. Oui, oui, mais même si c'est identique, l'inflation entre 87 et aujourd'hui, c'est énorme. Nous avons, en raison de la globalisation, accès à une offre de biens et de services qui rend apparemment l'inflation impossible, parce que même si l'intérêt est terriblement bas, on n'a jamais d'inflation. C'est préoccupant, mais ça vous avez déjà entendu sans doute. Mais nous achetons des produits, certains produits. Hein. Et entre vous, il n'y a pas des gens que je vais choquer en le disant, pour rien. Mais nous n'avons pas adapté notre modèle interne quant au prix du travail, quant à la flexibilité du travail et autre chose. Nous avons pris les avantages sans prendre les désavantages. C'est pour ça que je parle de la protection sociale et autres. Maintenant, mesdames, messieurs, vous penserez sans doute que je vais vous donner la solution. Non, là, je suis trop modeste et on est trop près des élections. Mais, il est clair que ce gouvernement, dont on a déjà parlé sans doute, a fait un travail qui, pour vous, parce que je crois que la plupart d'entre vous sont des entrepreneurs ou à des hauts niveaux dans les entreprises, n'est pas suffisamment dynamisant, n'est pas suffisamment prévisible, n'est pas la politique que vous auriez préférée. C'est ce que j'entends, c'est ce que je sens, et je ne suis pas aveugle ni sourd. Madame Seneren, tussen droom en daad, schreef Elschot, en voor de Franstaligen onder u, en ook voor de Nederlandstaligen onder u, die hem nog niet gelezen hebben, u moet Elschot lezen, dan voelt u zich pas echt klein. Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. En het gevoel dat het niet goed genoeg is, dat ga ik moeten weerleggen. Niet alleen omdat ik vandaag een politicus ben, maar ook omdat ik denk dat deze regering goed heeft gewerkt. En ik zeg dat niet in het kader van een of andere goed nieuwsshow. Ik zeg dat alleen omdat u zich rekenschap moet geven van de moeilijkheden die het beleid met zich brengt. En ik zal kort zijn op dat stuk. Ik zal niet stoeven, ik zal kort zijn. Maar wie 2 jaar geleden zou hebben neergeschreven: we gaan justitie hervormen. We gaan asiel en migratie oplossen.
We gaan komen met een nieuwe bankenwetgeving. Te streng volgens zekeren onder u en niet streng genoeg volgens anderen. Maar tot daartoe. We gaan met een eenheidsstatuut komen. We gaan 12% minder federale ambtenaren hebben. We gaan met ons deficit beduidend beneden de 3 zitten in 13. Met onze schuld beduidend beneden de 100. En we gaan structureel 1% verbeteren in 13. U zou gezegd hebben, maak dat de ganzen wijs, meneer Geens. Dat gaat nooit lukken. Dat meent u niet. En wie erbij zou verteld hebben, irrelevant voor de meesten onder u die niet in Brussel wonen, een kleine stammetwist voor al wie buiten de provincie Vlaams-Brabant woont. Maar het eerste wetsvoorstel is wel in 1961 gedaan. Wie zou gezegd hebben, en we zullen ook nog BHV oplossen. En we zullen ook nog een zesde staatshervorming doorvoeren. U zou gezegd hebben, je bent ermee aan het lachen. Ja. En dat, dames en heren, is een van de grote moeilijkheden in de omgeving waarin wij vandaag leven. Alles wat gebeurt, ik hoop dat dat voor u niet zo is. Hè. Maar ik heb soms dat gevoel, 's avonds, ik heb nu vandaag hard gewerkt, maar ik weet zeker dat het morgen van geen belang niet meer is. Ik zal het morgen weer even goed moeten doen. En dat is niet verkeerd. Maar af en toe moet men de bescheidenheid hebben om ook eens van iemand anders, en wat ik zeg is niet belangrijk, maar ook eens van iemand anders te zeggen, je hebt het goed gedaan. Ja. Het was niet slecht. Of minstens, ik zou het beter gedaan hebben, maar met uw beperkte capaciteiten heb je het niet slecht gedaan. Dames en heren, ik wil er niet de draak mee steken. Ik wil alleen maar laten zien dat het relatief is en dat alles relatief is. Degenen onder u die mij al eens hebben bezig gehoord in deze context weten dat ik België altijd vergelijk met een vermoeide midlifer. En dan denk ik aan mezelf. Een paar kilo te zwaar, te veel eten, te veel drinken, te weinig slapen, te weinig sporten. Nooit ziek. Ook als ik ziek ben, werkend. 38 graden, 38,5. Hè, zo zijn we toch allemaal. En zo'n mens is de Belgische economie. Ja. En zo heeft de Belgische economie en de Belgische regering zich gedragen de laatste 4 jaar. Want we nemen daar maar ineens die lopende zaken bij. Die hebben volgens alle experten de zaken veel beter gemaakt, eerder dan slechter, dus we mogen ze meenemen. Ja. In die periode heeft de regering tenminste niks verkeerd kunnen doen, schrijft men dan heel opbeurend in de krant. Wel, dat gezegd zijnde, ja, een mens in crisis, een mens die ziek is, ja, een economie in crisis, daar ben je voorzichtig mee. Die geef je een betere kwaliteit van druiven, een betere kwaliteit van eten, die geef je een betere kwaliteit van wijn als die wat beter gaat. Die behandel je niet met hardheid. Ja. En daar, en dus ik besef wel dat dat niet altijd op veel lof stuit in het Vlaamse gedeelte van het land, wat meneer Di Rupo daarover zegt. En ik weet ook dat wij uitermate bescheiden zijn en als we het beter doen dan anderen, altijd zeggen, ja, maar de anderen dat zijn dan ook krabbers. Ja. Mais nous avons presté mieux que les Pays-Bas. Nous avons fait mieux que la France. Nous n'avons pas fait mieux que l'Allemagne. C'est vrai. Mais la consommation interne va beaucoup mieux chez nous qu'en Allemagne. Je préfère encore, même avec le registre de caisse, exploiter un restaurant en Belgique au lieu qu'en Allemagne. Parce que là, on a vraiment réduit tout, aussi les salaires. C'est bien pour l'exportation, et là nous avons un problème, je l'avoue, sincèrement. Hein. Mais on a été très dur pour l'économie interne et donc pour les PME qui en vivent. Ça, j'en suis convaincu. En als we dat zeggen dat we het niet zo slecht gedaan hebben, dan blijkt dat ook uit de cijfers. Ja? Dan blijkt dat ook uit de cijfers, dan blijkt dat het feit dat wij geen shocktherapie hebben toegepast in volle crisis, goed is. En goed is geweest. Nederland is de beste leerling van de klas geweest.
Nederland heeft zijn hypothecaire leningsproblemen, dat is waar. Moesten wij die hebben, dan zouden we zeggen, nou, wij stommerikken, hoe hebben we dat toch kunnen doen? Maar bij de Nederlanders is dat gevolg van groot inzicht geweest. Maar... ja, zo is het toch, ja. Maar we hebben dat... En aan een Nederlander kan je niet vertellen dat hij het niet goed heeft gedaan. Hè? Dus die denken dat ze het goed hebben gedaan. Ik heb een diner meegemaakt met... het IMF, waar men tegen Nederlanders op een bepaald moment zei, maar u beseft toch dat uw cijfers een pak slechter zijn dan die van België. Ja. U wil dat niet weten, ik heb er al een begrip voor, u woont hier, hè. U woont niet in Nederland en u woont niet in Frankrijk, maar het is wel zo. Ja. Dames en heren, die midlifer waarvan ik daarnet sprak, ik heb die onlangs gezien. Ik kwam op een nieuwjaarsreceptie en er was een man van 92 en die zei, kijk, zegt hij... toen ik zo oud was als jij, heb ik een zwaar hartinfarct gehad. Ik zeg, ja bon, dat staat mij dan ook te wachten. Maar hoe bent u dan 92 geworden? En ik heb natuurlijk voor hem geantwoord. Hij was duurzaam geworden. Hij was duurzaam geworden. En dat is wat wij met onze economie moeten doen. Wij moeten morgen heel ons sociaal model en heel onze economie zo herdenken dat ze structureel duurzaam wordt. Dat het verhaal opnieuw 40 jaar kan duren. Het zou kunnen, dames en heren, dat we daarbij worden geholpen door het opengaan van Afrika. Zoals we in 89 geholpen zijn door het opengaan van het Oostblok en uiteindelijk van China. Het zou kunnen dat we externe hulp krijgen en dan gaan we weer pretentieus worden en denken dat het aan ons ligt. Dan zal het niet aan ons liggen. Maar we zullen moeten, en we hebben er alle troeven voor... ja, na de crisis die we doorstaan hebben op een goede manier, zullen we moeten vooruitgaan. Dames en heren, ik ga nog twee zaken zeggen die mij van het hart moeten, omdat ze aantonen hoe moeilijk het is en ook om uw kritische zin naar ons toe, maar ook naar uzelf toe, aan te moedigen. Ja, d'abord, la distinction... entre les petites et moyennes entreprises d'une part et les grandes entreprises d'autre part. C'est un des grands problèmes pour le monde politique aujourd'hui quand il est approché par les organisations d'entrepreneurs, d'employeurs et inversement. Un jour, j'étais sur TV Limbourg, très important dans la Flandre. Vous savez, Limbourg, c'est l'ouest du pays, c'est le comté de l'Aulne, la principauté de Liège, et on m'attendait, il y avait un représentant d'une organisation de classe moyenne qui, en prime time, disait, ce ministre des Finances, je ne sais pas s'il est très compétent, vous savez, on était mois d'avril, il ne réussit même pas à faire payer des impôts par les grandes entreprises. Il le disait ouvertement à la télévision. Et ce soir, j'étais attendu à Hasselt, ce soir-là, et je devais m'entretenir avec les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises sur la politique d'entreprise qu'on allait mener dans notre pays. C'est une vérité. Voka, que vous connaissez, a récemment lancé une proposition qui rend très clair ce caractère, je ne vais pas utiliser de la terminologie psychiatrique, mais bicéphale de notre économie d'entreprise. Moi, je suis un grand partisan de la réduction des taux d'impôts des sociétés en raison du simple fait que dans toutes les statistiques mondiales, nous nous trouvons à une place quant aux accises, nous sommes très bons, hein, nous sommes les meilleurs quant aux accises, première place en Europe, nous sommes formidables. Donc ne vous plaignez jamais à la pompe ou avec vos cigarettes ou quoi que ce soit. Nous sommes les meilleurs, de loin. La bière, formidable. Le vin, même le vin. Mais en matière d'impôts des sociétés, nous sommes très hauts. Si demain, un ministre des Finances quelconque disait « je vais réduire l'impôt des sociétés, mais je vais abroger » les dépenses fiscales, c'est la révolution. Pas pour toutes, bon, je vais être applaudi par beaucoup d'entreprises, très applaudi, mais d'autres diront non, 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 jamais de notre vie. C'est ça que je veux dire, vous me comprenez? Et quand Voka propose que les entreprises auront le choix
entre 20% d'une part et toutes les dépenses fiscales, entre autres l'intérêt national, et je l'ai dit avocat, donc je peux le dire à vous aussi, ils savent ce qu'ils disent. Ils n'en connaissent pas la coûte budgétaire. Et donc, je le connais. Et c'est infaisable. Donc, c'est ça qui est un de nos problèmes aujourd'hui et dont je n'ai pas pour l'instant la solution. Mais c'est un réel problème. On ne peut pas traiter de la même façon AB InBev et, je dirais, le boulanger dans le village. Mais en même temps, nous avons toutes sortes de règles qui, pour les deux, sont identiques et, comme je vous l'ai indiqué, ils sont de temps à autre un peu jaloux l'un de l'autre. Ce n'est pas évident. Je n'ai pas de solution, je le dis simplement pour vous rendre sensible pour ce problème qui, à mon avis, ne va pas nécessairement nous faciliter la vie. Et je crois que surtout en Flandre, en Wallonie, c'est plutôt le secteur non marchand, secteur marchand, où il y a une rivalité. En Flandre, c'est les PME contre les grandes entreprises. Je ne dirais pas ainsi, et je m'excuse de l'avoir dit, il n'y a pas d'opposition, mais il y a deux réalités tout à fait différentes, pour toutes sortes de choses. Un tweede probleem, dames en heren, waar ik graag nog even uw aandacht voor zou willen vragen, is de verhouding Europa-België. Gisteravond had ik het genoegen om de prijzen te mogen uitreiken op Euronext. En u weet hoe dat gaat. Er zijn dan twee speeches in aanwezigheid van de minister van Financiën, waar men allerlei slides voorstelt. En die slides beginnen telkens met een infinitief, die ook kan gelezen worden als een imperatief. Want in het Engels is de infinitief en de imperatief hetzelfde. Dus ik heb het telkens begrepen als een infinitief. Maar een van de infinitieven die ik zag was avoid gold plating. Ja. Daar zou ik nog eens iets over willen zeggen. U weet wat gold plating is. Gold plating is verder gaan dan een standaardregel die internationaal is u oplegt. Of, als er geen standaardregel is, voorlopen. Gold plating kan onvoorstelbaar nuttig zijn. Ja. Om een gebied in de markt te zetten. Bijvoorbeeld Delaware in de Verenigde Staten is goldplating op het stuk van franchise taxes, is goldplating op het stuk van vennootschapsrecht en dat is the place to be. U kent Delaware Inc., iedereen wil in Delaware zijn. Zo wil bij ons voor holdings wel eens wat volk zijn, maar nog meer in Nederland. Maar we hebben bepaalde goldplates. We zwijgen daarover meestal discreet en dat is goed zo. Maar wat ik gisteravond heb proberen uit te leggen, en nu ik wat tijd heb nog, hè, tot kort na twee uur, u mag nog vragen stellen hoor, maar zou ik het willen toelichten? Onze wereld heeft een zeer grote rationaliteit. U bent allemaal rationeel. En ik ook. Dat wil zeggen, wij doen wat onze buur doet, wij doen wat nodig is om in een competitie te overleven. En als een wetgever zegt, u moet dit doen, of denkt te gaan zeggen, u moet dit doen, dan gaat u naar die wetgever. En dan zegt u tegen die wetgever, je bent op uw kop gevallen zeker, die regel bestaat niet in Nederland, die bestaat niet in Duitsland, die bestaat niet in Frankrijk. Als u mij die regel oplegt, dan moet ik competitief het onderspit delven, dat mag u mij niet aandoen. En die nationale wetgever is dan rationeel. Die zegt, oké, ik doe dat niet. Dat is ook zo voor nationale toezichthouders, mededingingsautoriteiten, financiële toezichtsautoriteiten, nationale banken, bankcommissies, overal in de wereld. Wanneer men hen zegt, weet u wel hoeveel volk wij te werk stellen? En denkt u nu echt dat u ons die regel gaat opleggen? Terwijl wij zo belangrijk zijn, cross-border, wereldwijd, die regel bestaat niet in Frankrijk, bestaat niet in Spanje, u gaat mij niet zo streng behandelen. Dat is rationeel. Dat is rationeel. En gisteren zei men mij dus, doe nooit meer dan Europa u vraagt. Het is zo al moeilijk genoeg. En ik heb daarop durven antwoorden. Bescheiden. Europa heeft in 2007 onze banken niet gered. En in 2008 ook niet.
Wij hebben daarvoor met elke naburige lidstaat moeten vechten op leven en dood. En meestal kunt je zonder politici, maar op dat moment was het goed dat er een paar politici waren. Enfin, ik weet het niet zeker, maar ik denk het. En ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Als er één reden is waarom men soms mag zeggen, ja, wachten is goed, maar de Verenigde Staten hebben niet gewacht met Sarbanes-Oxley in 2001. De Verenigde Staten hebben niet gewacht met Volcker. Ja. Ze zijn klaar. Het heeft een tijd gevraagd, maar ze zijn klaar. Europa wacht heel dikwijls. Onze auditwet van 2002, die Lernout en Houspie en Enron enzovoort probeerde te remediëren, liep ver voor op Europa. Ja. En in het bankaire, waar men mij nu, hè, daarover gaat het eigenlijk, wel eens een verwijt over maakt, ik ben blijven vragen, wanneer komt Europa nu? Wanneer komen ze? Ah, misschien komen ze nog voor de verkiezingen. Het zou kunnen met een ontwerp. Ik wil alleen maar zeggen, het is makkelijk om Europa te gebruiken. Ja. Maar af en toe moeten wij ook nog eens onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Want af en toe verwacht u ook van de nationale politiek. Voor mijn part gaat er zoveel mogelijk naar Europa en zoveel mogelijk naar Vlaanderen. Dat is het punt niet. Maar de nationale politiek, federale politiek, moet soms nog zijn verantwoordelijkheid nemen. Dames en heren, ik heb al veel te lang gesproken. U voelt dat ik het ernstig neem, maar niet te zeer. Ik hoop van u hetzelfde. Ik wens u een prachtig 2014. Wees optimist, wees vertrouwend, want ik denk dat zowel de economie als het land op de goede weg zijn. U zal de volgende maanden dingen moeten horen, de part et d'autre, que vous préféreriez ne pas entendre, c'est normal, lors des élections. Mais je crois honnêtement que notre pays est sur la bonne route, que nous avons la durabilité devant nous. C'est un grand défi, mais je suis sûr qu'on sera en mesure de le prendre, tous ensemble, et si le monde le veut, et avec le monde, je veux dire tout le monde, mais aussi la globalité dans laquelle nous vivons. N'oubliez pas une seule chose, c'est que dans les années 80, nous avons pu mener une politique de relance conjoncturelle sans précédent, mais qu'à ce moment, la dette nationale a augmenté d'une façon presque exponentielle. C'était encore possible à cette époque-là. Malheureusement, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais si on a besoin de relance, si on a besoin d'amélioration structurelle, et c'est certain, vous pouvez être sûr, on va en prendre soin si vous nous le permettez. Je vous remercie.